Harkema se Boys ontvangt op het eigen sportpark AZSV uit Aalten. Beide teams kunnen de punten goed gebruiken. Harkema se Boys wil bovenin mee blijven doen en heeft nog een kansje op de tweede periodetitel. AZSV, de ploeg van trainer Dennis van Toor, strijdt tegen degradatie. Aftrap is voor Harkema se Boys. Jordi Adriaanse geeft direct een goede paas op Wietse Kemink. Kemink komt een raar in botsing met Michael Kampjes. Zo ligt het spel na een paar seconden al stil. Beide spelers raken geblesseerd. Kemink komt eraan neer. Michael Kampjes raakt de bal. Is zelf ook geblesseerd. Heeft blessurebehandeling nodig. Uiteindelijk kunnen beide spelers verder. Er gebeurde weinig in de beginfase van de wedstrijd. Weinig ballen die aankwamen aan beide kanten, mede door de harde wind. Pas na dik 20 minuten de eerste mogelijkheid voor de wedstrijd van Harkema se Boys. Jasper Valentijn met de paas, komt de bal bij Wagenaar, maar die neemt de bal niet lekker aan, waardoor Ruud Kempers redding kan brengen. Tien minuten voor rust komt AZSV langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. Hein Hildriks verspeelt de bal, dan een goede paas van Niek de Veluwe en een grote kans voor Wietse Kemink tegenover Michael Kampjes, maar de keeper brengt redding. De eerste grote kans voor AZSV was dat. Een vrije trap voor de bezoekers. Sander van Aken met de lange bal naar voren. Komt Robin tussen aan de bal. En opnieuw de redding van Michael Kampjes. Hij behoedt Harkema se Boys in deze fase voor een achterstand. Wagenaar. Huisman de Jong. Raakt de bal kwijt. Kan Jordi Adriaans overnemen. Gaat hier voorbij Jordi van Wijk. Dan ook voorbij Klaas Gortanus. Michael Kampjes komt zijn doel uit. Maakt er een corner van. Die zou niks opleveren voor AZSV. En Joel Wagenaar met de corner. De bal komt hier voor de voeten van Jasper Valentijn. Maar zijn schot mist de goede richting. Zo is het 0-0 bij rust. Maar zijn de beste kansen tot nu toe voor de bezoekers uit Aalten. In de tweede helft. Musliu. De bal aan Joel Wagenaar, die zet voor. Een kabbel van Hein Hildriks gaat voorlangs. Van Aken. De bal naar voren. Van Wijk raakt de bal kwijt aan Kemink. Kemink geeft mee aan Tus. Romain Tus voorbij Michael Kampjes. Schiet dan een goal. En dan is het 0-1 voor AZSV. Robin Tus uit de moeilijke hoek zet hij de bezoekers na een uur spelen op voorsprong en dat is niet onverdiend. Tus gaat hier voorbij Michael Kampjes, schiet nog een goal. En Klaas Gortanus kan er net niet bij. 0-1. Wagenaar. Huisman de Jong. Lange bal naar Bakuna. Johnson Bakuna. Ontspeelt hij Mulder. Geeft dan de bal aan Hein Hildriks. Die wordt goed verdedigd. Komt toch nog tot een schot op de paal. En tikt Spekking de bal nog maar net naast zijn eigen doel. Zo dichtbij was Harkema se Boys nog niet bij een doelpunt. Jan-Willem Strongs. Geeft de bal mee aan Kemink. Was zelf onderuit gelopen, maar het spel mag door. Kemink tegenover Klaas Gortanus. Trekt naar binnen. Het schot. Maar dat is een prooi van Michael Kampjes. In de slotfase inmiddels. Wagenaar aan de bal. Bal naar voren. Hein Hildriks. Dan komt de bal via Stijn ter Haar bij Raymond Bolt. Neemt goed mee en schiet daarnaast. Het lukt er niet bij Harkema se Boys vanmiddag. Het blijft dan ook bij 0-1 voor AZSV. Duurpuntverlies voor Harkema se Boys op eigen veld. Harkema se Boys zakt naar plaats 3 en het verschil met koploper AZSV is weer 5 punten. Voor AZSV 3 belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De ploeg uit Aalten is dankzij de overwinning D-toe gepasseerd op de ranglijst.